er nog bovenop op een van die takjes. En dan doe ik, doe ik ook nog een slingertje erbij. Maar dat moet ik eventjes doen wanneer die hangt. Dat de rest van de takken ook weg zijn. En die komt dus op te hangen, dat legt nou natuurlijk. Nou, dat is een aardbeientoren. Dat ziet er weer perfect uit. Ja, ik denk toch wel dat ik er morgen even nog bij moet, want het vindt me nog hier en daar niet. Hij hangt hier te los, et cetera. Ja, zo. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We zijn vandaag alweer op zaterdag aanbeland. De 26e van de 11e 2022. En we leven alweer reeds om 13:29. Ik heb ook Mary alweer aan de telefoon gehad, et cetera. Ook weet ik dat Karin in Den Helder is, maar ik heb verder nog niks van gehoord. Ja, gisteravond een locatie doorgestuurd, maar meer ook niet. Dus ik zal dinsdag ook meteen ook even appen. Kijken of ze wakker is en wat ze doet. Nou ja, ik ga dus hier aan de gang en wat zij gaat doen, dat weet ik niet. Nee, dat is haar pakje aan. Maar in ieder geval, ik ging eerst met de meisjes uit en het was eerst vanochtend zonneschijn, maar die zonneschijn die is verdwenen. Ja, het is weer grijs en grauw, niks aan. Nee, ja. Maar we gaan wel zo meteen lopen. Het is 11 graden trouwens, dat had ik ook al gevraagd, zelfs twee keer. Ik had het net gevraagd en toen vroeg Mary weer, vraag het eens even. Ja, nou dat kan je nog een keer doen. Ik zei ook, het is 11 graden, maar ja, dat had ze waarschijnlijk niet gehoord. Dus heb ik het voor haar nog maar een keer gedaan. Maar ja, maakt niet uit, nee. Komt allemaal goed, ja toch? Ja, ik heb even wat koude handen. Ik heb er net eventjes de tranen rolden over mijn wangen. En niet omdat ik verdriet had of wat dan ook. Nee, ik had even problemen met iets op het kleinste kamertje. Ja, niet prettig dus. Maar oké, dat is ook allemaal gedaan. En dat is een familieprobleem, want dat had mijn moeder ook. Dus ja. Maar in ieder geval, wij gaan er even vandoor. En ik neem jullie er gewoon straks erin mee wanneer ik die takken ga versieren. Dus komt het helemaal goed. Ja. Hé, Elmi? Ja, nou. Ja. Dus ik zeg, geniet ze en geniet zeker weer mee. Ja, lieve vriend, ik ben al reeds bezig. Ik vergat het weer helemaal, omdat ik had Karin even aan de telefoon, et cetera. En ja, dan vergeet je nog wel weer eens wat, hè. Ja. Maar ik ben al bezig. Ik heb de ballen er in ieder geval bijna erin. Ik zoek eigenlijk nog iets bijzonders. Maar wat ik ook leuk vind, ik heb een hele mooie piek. Die zit nog in de doos. Die doe ik er als laatste erop. Die zet ik op het dak. Bovenop. Ja. Maar ik hang hem eerst aan de muur voordat ik dat doe. En dan moeten nog slingers in. De verlichting zit erin. Er zitten al een aantal ballen in. Dus ja, ik laat dat jullie even zien. Maar ik denk dat ik jullie zo meteen kieperen moet. Zo. En dan hier ook. Ik weet het niet of jullie dat zo zien. Nee, jullie staan te laag, denk ik. Ik weet het niet. Ja, jullie staan te laag. Dan zou ik jullie op een ander statief neer moeten klappen. Ja. Ja. Nou ja, het wordt toch al wat. Enkel een wit vogeltje. Nou ja, die ik altijd inneem. Ik heb twee vogeltjes, die bewaar ik altijd. En die komen dan in de takken. Ja. En de rest zit in de boom. Ja. En er is wat goud en bronsachtig. En ja, dit is ook goud, maar ja, een ander kleurtje goud. Dat is brons. Ja, wit goud lijkt het een beetje op. Maar in ieder geval, ik vind het wel... Denk je er even om daarmee? Ja, vrouwtje is bezig. Ja. Dus ja, dat dus. Nou staan jullie nog verkeerd. Zo, weer even zo. Dus ja, ik denk dat ik jullie daar wel in meeneem. Maar even op een andere manier. Anders moet ik weer een statief pakken. Oh, alsjeblieft. Ja, en
Ik laat het gewoon af en toe zien. Ik heb nou de ballen erin. Nou, dat ligt daar allemaal nog. Ja? Nou, ik maak deze eerst af. Dan laat ik hem jullie weer zien. En als die hangt, laat ik hem jullie weer zien. Ja. Dus op die manier neem ik jullie mee. Dus, daar hou ik mezelf aan. En, nou ja, tak heb je allemaal wel gezien, hè. In een bosje ook takken. Ja, maar door een bos en zie je er genoeg. Allemaal aan de bomen. Maar dit is zo'n mooie blauwe spar, hè. Oh, heerlijk. Ruiken die. Ja. Dus, maar in ieder geval, het komt allemaal wel goed, hopelijk. Ik zoek eigenlijk nog een paar balletjes die bewerkt zijn. Deze zijn allemaal egaal, één kleur. En niet een glittertje dik strop. Nee. En dat zoek ik nog. Maar in ieder geval, komt goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van de rest. En ja, zoals ik al zei, ik neem jullie er stap voor stap erin mee. Tot straks maar weer. Ja, ik heb de takken waar ik er net mee bezig was, hek tot zover klaar. Ik moet ze nog ophangen, maar ik zei al. Ik zeg, kom eventjes terug dat ze nog liggen. Daarna ga ik ze ophangen en doe ik de stekkers erin. En de piek gaat erop en dan kom ik weer. Maar nu ze nog liggen, ben ik er ook. Even mijn stok. Dan gaan we erbij staan. En ik zal jullie even ook omdraaien. Jullie daar naartoe. Ja, ik ga jullie even omdraaien. Zo beter. Zo. Spiegeltje draaien. Zo. Nou. En dan komt de piek er nog bovenop op een van die takjes. En dan doe ik, dan doe ik ook nog een slingetje erbij. Maar dat moet ik eventjes doen wanneer die hangt. Dat de rest van de takken ook weg zijn. En die komt dus ook te hangen. Dat legt nou natuurlijk. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja, en dan denk ik dat er hier ook nog... hier hangt nog een balletje. Die verstopt er zich. Dus ja, dat dus. Nou ja, we zien wel als het hangt. Dan kan ik het nog beter zien. Dus, nou, ik zou zeggen tot zometeen maar weer. Nou, hij is klaar. Hij doet het. De piek die zit er bovenop. Ja, en ik heb wel ingezoomd, maar ik zit ook nog te ver weg. Ja. Ik ben er toch weer blij mee. Ja, doet het. Nou, dan zal ik de rest weer op zijn plek zetten. Want dat ding moet weer op zijn plek. En dat. Dus ja. En dan moet ik er weer eentje maken. Ja, en die komt daar te hangen. Even zien. Dat lijstje gaat sowieso weg. Die gaat ook weg. En dan komt daar weer een bos te hangen. Ja. Maar ik ga eerst even een bakje koffie maken. Dat gaan we eerst doen. En mijn kopje die staat hier. Die nemen we mee. Ja. Zo, voilà, en ik moet er water in doen, dus ja, daar heb ik twee handen voor nodig. En dan moet ik weer even zien welke ik zal pakken, want het moet boven de eettafel, ja. Dus, we zullen het beleven welke het wordt, ja, we gaan het uitzoeken. Dus, dat komt allemaal goed, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder. Met ons mee. Nou, de volgende borst die legt dus weer klaar. En dan moet ik eerst weer een snoer met lichtjes hebben. Nou, die had ik al, maar die moet ik even uit elkaar halen en kijken of die het ook nog wel doet. Dus, maar eerst kijken of die het doet en dan uit elkaar halen, ja. Want anders doe je dubbel werk.
Als hij het niet meer doet, kan ik het weggooien. Maar dan heb ik wel weer meer verlichting en dat is dan weer nieuwer. Ja. Dus ja, dan gaan we hiermee verder, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Nou, ook deze is klaar. Het is allemaal goud wat er blinkt op twee dingetjes na. En dat is uiteraard het vogeltje. En natuurlijk de engel. Ja. Die heb ik helaas niet in het goud. Anders had ik die in het goud erop gedaan. Ik heb er maar één en dat is een zilveren. Ja. Dus mochten jullie er één in het goud hebben en je doet er niks mee. Denk een beetje aan mij. Ja. Of brons mag ook, hè. Maar ik heb nou alles hier goud erin. Op twee na, hè. Want ja. Kijk, ik heb twee zwarte. Dan wil die bal net niet draaien, zal je het net beleven. Maar kijk, jij van mij. En hier hangt er ook nog een. Hou van jou. Daar wezen. Ja. Die ballen die kreeg ik ooit onder de kerstboom van mijn man. Van Jack. En ja, toen wist ik niet wat het was. Ik dacht, wat moet ik doen met zwarte ballen? Ik hou helemaal niet van zwart. Nee, zilver of goud. Of brons, of wit. Maar niet zwart. Maar hier kun je dus op schrijven met een schoolbord krijgen. En die hang ik iedere keer weer terug boven de eettafel. Ja, heb ik toen daar ook in gehangen. En ik had... En hij had eerst, we hadden eerst heel andere teksten, maar omdat hij er nou niet meer is, heb ik dit erop gezet. Want ja, ik voel toch dat hij wel van me houdt nog steeds, ondanks dat hij er niet meer is. Ja, dat liefde gaat ontiegelijk ver. Ja, zeker te weten. Maar ik vind hem ook weer mooi. Nou moet ik dat daar dus leeghalen. Ik moet de tafel hier weghalen, anders kan ik er niet bij. Ja. Dat kan ik wel weghalen, maar ik kan er niet bij om hem op te hangen. Nee. Dus ik moet de tafel weghalen, et cetera. En dat komt allemaal goed. En ja, hoe laat leven we alweer? Het is 16:34, zegt de computer. Dus ja, en moet je kijken wat daar nou nog ligt, hè. Ja, dan moet ik nog een stukje maken voor buiten. En nog een stukje buiten voor buiten. Dus ik heb nog genoeg te doen. Dan kan ik er weer een bakje koffie staan. En daar zit er eentje te mekkeren. Die wil nou naar buiten. Maar die komt niet meer naar buiten. Die is al buiten geweest. Ja. Zometeen gaat de lantaarnpaals aan. En dan kom jij niet meer naar buiten. Nee. Hè, meneertje. Nou, en allemaal dennennaalden. Uiteraard, dat ga je krijgen. Ja. Ja? Oh ja? Is het zo? Ja? Heen zoveel te zeuren? Is het echt waar? Ja, maar het gebeurt lekker niet. Het is maar even dat je het weet. Ja? Dus ja, dat dus. Ik ga aan de koffie en dat ophangen. En als die hangt en hij doet het, dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, en ook deze doet het. Ja? In vol ornaat. Kijken of ik inzoomen kan naar die engel toe. Ik zie zelf bijna niks. Oh, zakken. Zo. En die werkt. Oh. Een AB. Ja. Uit. Aan. Uit. Toppie toch? Voilà. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ja, echt waar. Nou, en er ligt weer een bos takken klaar. En die komen buiten tegen de aardbeientoren aan en die komen op drie punten vast te zitten, geloof ik, dacht ik. Daarin, daarin en op nog een punt. Even kijken. Ja, even zien hier.
En dan weet ik niet waar die weer vandaan komt. Ik moet er weer van hier zitten, geloof ik. Of niet. Je hebt drie punten. Komt het eigenlijk vast te zitten. Ja. Dus, dat dus. Nou ja, drie punten. Eigenlijk twee, want dat verbind ik weer met elkaar door. Dus ja, we zien wel hoe het moet. Moet op de aardbeientoren daarmee af. Klaar. De ene keer met twee punten, de andere keer drie punten. Ja, nou gaan we deze opversieren, mensen. Nou, zoals jullie zien, is deze tak ook klaar. Die gaat nou naar buiten toe. Dus ik ga mijn jas aan doen. Althans, ik moet eerst even het kleine kamertje. Ja, dat gaan we eerst doen. En daarna jas aan. En dan ga ik hem buiten ophangen. En dan is er enkel nog een takje op de picknicktafel. Ja, dat ligt daar nog een stukje papier op. Maar het maakt niet uit. Nee. En een dikke bende. Ja, overal. La open. Alles. Dikke bende. En dan moet ik nog met de handjes zetten. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Maar het komt goed. Dat is dus ook weer mooi. Dus ik had geen verlichting in. Nee. Ik heb geen outdoor verlichting. Nee. Niet wat erin kan. Ik heb wel outdoor verlichting, maar dat is zo'n slang en die ga ik niet ophangen. Want het kost me meer dan genoeg. Dus. Ja. Dus, ik zou zeggen, ik weet niet of ik het straks filmen kan, want het is natuurlijk donker, maar we proberen het. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ben ik buiten bezig met die tak om aan die aardbeientoren vast te binden. Maar dat onderste wou me niet lukken en ik begon te trillen, omdat ik zo moeilijk bij stond en omdat ik dus al rugpijn heb. En ik had niks vernomen, niks gehoord in een... Ziet er mooi uit hoor. Wie staat daar? Onze lieftallige Karin. Hi. Ja, die kwam me even verrassen. Die heeft me even geholpen. Dus het hangt buiten, maar dat krijgen jullie nog wel te zien. Ik moet nou nog met een stukje voor de picknicktafel bezig. En dan ben ik klaar ineens het opruimen heen. En dan, ik ga nou eerst koffie drinken. Ik weet niet eens niet hoe laat het is. Het is bijna 6:00. Bijna 6:00? Oké, nou ja, daar heb ik nog even te gaan voordat de dames naar buiten moeten, ja. Yep. En ik moet nog een vlog in elkaar zien te flansen. Ja, moet ik morgen ook weer doen. En dus, maar het komt allemaal wel goed, of niet dan, Karin? Ja hoor, helemaal top. Ja. Ja hoor. En dus, maar ja, in ieder geval, het is één dikke paan op overal. Maar weet dat doet er niet toe. Heeft u ooit zo'n witte band gezien? Waar is dat van? Een witte band. Ja, dat is mooi. Lijkt wel sneeuw. Ja. Waar dan? Vertel ik je zo meteen wel. Oh, wordt zo meteen verteld. Mogen jullie niet weten. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet ook gewoon weer met ons mee. Thank you.